He picks up 6 bonus seconds and he will be the new Maglia Rosa. Kruijswijk has obliterated the opposition in the general classification. This is a huge moment for the Giro d'Italia. Is it slipping away from Steven Kruijswijk? Of course he's got minutes to spare, but their seconds are ticking over. Wanneer team Lotto NL Jumbo na de finish van de Giro d'Italia in Turijn bij elkaar komt, heerst er teleurstelling over die ene gemiste kans. De roze trui om de schouders van Steven Kruijswijk. Voor degenen die direct betrokken zijn bij het Giro-avontuur van Kruijswijk, zal 2016 de boeken ingaan als een gemiste kans. Laat staan voor de man zelf. Nou, ik denk, vooraf had ik hier misschien wel getekend, maar ik denk in de situatie waarin ik stond, ben ik nu wel een beetje teleurgesteld natuurlijk met de vierde plek. Maar ja, ik denk misschien als ik volgende week terugkijk op de Giro dat ik wel wat tevreden kan zijn. Ondanks de grote teleurstelling van Kruijswijk kan team Lotto NL Jumbo kijken op een geslaagde Giro. Zo ook in de opkomst van het talent Primoz Roglic als een groot tijdrijder. Zijn overwinning in de 9e etappe laat zien dat er een grote toekomst is voor de Sloveen. En dat laat zien dat de Giro niet verloren is gegaan met het verlies van de roze trui. Het is behoorlijk geslaagd inderdaad. We hadden heel graag hem natuurlijk gewonnen. Steven die was heel dichtbij, die had hem in de hand. Eén moment en het is weg. Maar als we van tevoren kijken naar waar we nu zijn, dan zijn we heel blij met wat we nu hebben. Een etappezege, de blauwe trui gehad, 5 dagen in de roze trui gereden. Ja, het is een geweldige Giro geweest. Het is een beetje nu op dit moment een beetje mixed emotions. Terugkijkend op de Giro komt het niet als een verrassing dat de meest ervaren leden van de ploeg een nuchtere kijk op het verhaal hebben. En we hebben wat losgemaakt in Nederland. Dat is ook altijd belangrijk, ook voor de volgende generaties. Dus ik hoop dat er nu een hoop jongetjes zijn die Steven Kruijswijk willen zijn. Het Steven vooral natuurlijk, hè, dat hij nog onder kan winnen. Dus dat moet je meenemen naar de toekomst. En je moet vooruitkijken. En ja, goed. Ze zeggen je moet leren van je fouten, maar dus, we hebben echt geen fouten gemaakt. We hebben gewoon pech gehad. En, dus dat gaan we meenemen naar de volgende rondes. Dat komt er nog wel een keer. We hebben gedaan waar we hiervoor gekomen zijn. En vierde plaats dan is wat het geworden is. Maar eigenlijk, daar hadden we niet verdiend. En dat is dan heel erg jammer. Nou, we hebben laten zien dat we echt een team zijn. We hebben echt Steven ondersteund naar die valpartij. Zowel fysiek als moreel en mentaal. En dat is gewoon fantastisch. Fantastisch. Dat vind ik het mooiste van deze Giro, dat we zo met elkaar het hebben gedaan. En juist deze ploeg heeft Kruijswijk geholpen tot waar hij nu staat. In plaats van teleurgesteld terugkijken kan Steven trots zijn op een ploeg die sterker is dan ooit. Die hem door dik en dun heeft gesteund in het Italiaanse avontuur. Ja, zeker. Ik denk dat als ploeg hebben we het super gedaan. We hebben elke dag vanaf het begin af aan meegedaan om de prijzen. En ik denk dat als ploeg hebben we ook hebben laten zien dat we echt al in de grote ronde mee kunnen doen om de winst. En dat geeft wel vertrouwen voor de toekomst. Hoewel velen alvast verwachten dat Kruijswijk nu al vol goede moed zit om volgend jaar terug te komen naar Italië om het dan wel af te maken, komt bedrogen uit. Nee, ik ben nu wel even klaar mee. Ik vandaag nog een keer gevallen en mijn lichaam is redelijk op. Ben je klant van KPN? Bekijk dan gratis alle programma's van KPN presenteert op je tv.